Goeiedag, dames en heren. Ja, hoe hebben de renners de rustdag verteerd, is de grote vraag. En er staat ons ook nog wat te wachten de komende dagen als we richting de Pyreneeën gaan. Het wordt ook wel een soort overgangsetappe genoemd. Kansen zeker voor de sprinters, kansen ook voor aanvallers. Maar we zien eigenlijk wat we de afgelopen week ook zagen. Een peloton in rusten. Dat is allemaal relatief, dat weet ik ook. En 4 minuten 45 daarvoor twee koplopers. Is dit... Waar we een beetje bang voor waren, Maarten. Een geregisseerde ontsnapping. Of krijgen we misschien toch nog spektakel vandaag? Het lijkt wat mij betreft een beetje op het eerste. Ja, ik ben meteen uitgepraat. Ik ben hier je analist. Maar daar is niks meer aan toe te voegen aan deze analyse. En dus iedereen maar weer gras maaien? Ja, ik zou zeker iets anders gaan doen. Het is wel leuk om de renners lachend en gierend langs te zien rijden. Want in de eerste weken gingen ze aanmerkelijk sneller. Of Fredo in de eerste etappe, nee, ik moet zeggen de tweede, want de eerste was een tijdrit, ook al in de ontsnapping. Toen met een ploegmaat van deze jongste renner in het peloton, de eerste starter die op zijn verjaardag van het podium afrolde. Jesper. Maar voor de rest niet veel nieuws onder de zon. Gek genoeg rijden ze dus niet om te kijken hoe ze die koers kunnen winnen, maar een sprint te gaan... Inleiden. Ja, in de wetenschap dat deze mannen ook niet vooruit kunnen blijven met z'n tweeën. Maar er is wel iets anders. We zijn in de Dordogne. De voertaal is hier ongeveer Nederlands. Jij zit hier ook met een oranje shirt. Dat kan geen toeval zijn. Je ging hier vroeger al op vakantie. En het is het gebied van de 1000 kastelen. En u ziet vanuit de lucht Lascaux staan. Hier heb je in deze omgeving die grotteken. Ja. Die beroemde grotten die... ooit zijn ontdekt door spelende kinderen. In 1940, september. En we gaan ongetwijfeld nog beelden zien ook van het interieur van die grotten. Want het is werkelijk bijzonder met al die tekeningen. Jij bent er ongetwijfeld ook binnen geweest ooit. Zeker, ja, zeker. Nou, dan mag jij er alles over vertellen. U ziet Vermoten. Vermoten, die ook deze etappe had aangekruist. Want de man daar links in het groen is zijn ploeggenoot. En die moet hier vandaag winnen. Zo is afgesproken. Wij hebben een deel van de route gereden. De laatste 50 kilometer. Het is allemaal hetzelfde als wat we hier zien. Het glooit een beetje. Echt klimmen is het nergens. Je kunt heel, heel hard fietsen. Want het parcours bolt, zoals dat heet. En wegkomen is eigenlijk een utopie. Ja, zeker omdat de wind... Het kleine beetje wind wat er is, staat tegen. Dat gecombineerd met de rijwind die je maakt, is je hoge snelheid natuurlijk op het peloton. Zodra je je neus buiten het peloton steekt, zoals deze twee mannen, moet je er doorheen duwen. En dat gaat aanmerkelijk makkelijker als je in een peloton lekker meegezogen wordt. Dus in het peloton, straks op hoge snelheid, heb je misschien nog wat ambities om die sprints te foppen. Maar zodra je... je harses buiten de groep houdt, dan voel je gelijk wat voor druk erop komt. En ik denk dat dat de meeste renners de adem zal benemen. Zeker na de twee zware bergetappes die we gehad hebben. Weliswaar een rustdag in de benen, maar er komt nog het een en ander aan. Ja, en op een kleine 4000 kilometer, je kunt natuurlijk niet constant strijd hebben. Dat is een ding wat zeker is. Maar ik begin me toch ernstige vragen te stellen bij... wat de tactiek is om zo'n ploeg als Lotto Soudal helemaal op te offeren aan die sprinter, Greipel, die zelf zegt, ik maak tegen Kittel op dit moment geen kans, mocht hij ruimte hebben. Dus dan zou je denken, nou, misschien gaan ze iets anders verzinnen, maar het lijkt wel of ze nog strakker het konijnenhol ingaan. We rijden langs de oevers voor een groot gedeelte deze etappe van de Dordogne. Het is echt een vakantiegebied. En u ziet Vermoten op kop. En het is misschien wel aardig. Die rol van Vermoten hebben we ook in de eerste week gezien. Dat doet hij werkelijk fantastisch. En je moet het ook maar kunnen. Hij heeft een paar zuigerstangen onder zijn lijf zitten. En hij kan dus kilometers lang op kop fietsen. Stoïcijns met een hoog tempo, waardoor deze twee mannen, hoe hard ze ook fietsen, nagenoeg kansloos zijn. Dan zal Vermoten in de finale nog wel een beetje hulp krijgen van anderen. Maar dit is waarom Vermoten afgereisd is naar Frankrijk. Om te zorgen dat Kittel straks in de finale mag sprinten. Zo simpel is het gewoon en zo zal het misschien vandaag ook wel aflopen. En dus is het wel even interessant om met die Belg
Julien Vermoten eens even te gaan praten. Dat deed onze collega eerder vandaag bij de start. We fietsen door prachtige dorpjes langs de Dordogne. Het gebied van de 1000 kastelen, daar gaan we er nog vele van zien vandaag. Maar eerst is dit het moment om eens even te luisteren naar Julien Vermoten. Hoe is het met de locomotief van het peloton? Goed, goed. Het is altijd heel stom staan vandaag. Dus, nee. De rust heeft deugd gedaan. Het was een zware week geweest vorige week en de bergrit waren ook heel zwaar. Het was echt wel zaterdag, zondag. Zaterdag was heel snel gereden, zondag was gewoon een heel lastig parcours. Dus ik had wel nood aan een rustdag. Maar de benen kunnen weer en de locomotief kan weer blazen, zeg maar? Zeker, vast is al blazen. Dus nee, de benen staan, zijn terug goed. En, ja, ik zei, het is deugd. Ook voor het hoogte deugd om een rustdag te hebben. Dus echt wel is nodig om geen koers te hebben en bij terug fris en dan komt automatisch de motivatie terug naar boven ook. Verwacht jij nou dat en reken je erop dat nu hetzelfde gebeurt als vorige week, zeg maar, in die vlakke ritten die in een eindsprint eindigde? Dus kopgroep weg, jij gaat dat controleren, daarna wordt het gat dichtgereden en dan komt er een sprint en een windkittel? Het ziet er misschien altijd al zo gemakkelijk uit, maar het moet echt wel hard gereden worden onderweg om die renners sowieso naar de meet rijden. Dit is de Tour de France en iedereen is gemotiveerd. Misschien als ze nog extra gemotiveerd zijn, omdat we zijn al tweede week. Ja, verschilt dat dan? Kijk, het ligt een beetje aan jullie, hè? En eigenlijk aan jou. Ga jij die boel controleren, ja, dan gaat die vlucht het niet redden. Ja, dus ja, ze weten dat wij gemotiveerd zijn om een sprint te hebben, dus dat speelt ook wel mee. En ja, inderdaad, het ligt aan ons om... Jullie gaan dat controleren natuurlijk, want jullie kunnen de rit winnen, jullie kunnen goede zaken doen voor die groene trui. Ja, waarom zou je het niet doen natuurlijk? Ja, inderdaad, dus wij hebben een plan. We zijn hier om nog een rit meer te winnen, dus ja, ik denk de andere ploegen weten dat ook wel. En ja, dat speelt wel in ons voordeel, maar uiteindelijk moeten we het nog altijd doen. En, of moet ik het nog altijd dichtrijden? En, ja. Nou, het is wel slecht nieuws dat de benen van de locomotief nog goed zijn voor de rest van het peloton dan. Ja, voor de rest misschien wel. Misschien mag je dat direct melden eraan. Nee, maar ja, het is belangrijk dat te voelen is goed, maar dat was vorige week ook al. Dus ja, we zien het zitten. Ja, de benen zijn nog steeds goed. Dat zien we ook in beeld. De man die u hoorde praten is de man nu in het blauw voor in het peloton. Hij zorgt ervoor dat de koplopers in ieder geval niet veel meer voorsprong van krijgen. Dan is het allemaal nog te dichten in de finale. We zijn in deze Tour nog over, dames en heren, met 180 renners. Betekent dat ook Maika heeft besloten om vandaag niet meer op te stappen. En dat is een grote aderlating voor die ploeg, want die ploeg was toch al gehavend. En de Pool die kansen had om voor een klassement te gaan. Eerder al drager van de bolletjestrui. 2 jaar lang zelfs. Is dus ook naar huis. Hij is heel hard gevallen. Aan alle kanten gebutst. Dit is een prachtige rivier. La Vézère. En die rivier die komt op een gegeven moment in dit gebied samen met de Dordogne. Wij hebben precies op dat punt gefietst. Daar was het druk. Daar kon je kano's huren. En wat veel toeristen... Wat veel toeristen doen, ja. Dat is een kano huren en dan ongeveer 100 kilometer stroomafwaarts. Nou, de meeste toeristen doen dat dobberend wat minder ver. Maar dat is een activiteit, een buitenactiviteit die buitengewoon in de smaak valt. Gezien de drukte die er tegenwoordig heerst. Je kunt over de boten lopen dan, hoef je niet eens meer te varen. Dan krijg je gewoon de rivier aflopen. Maar het is natuurlijk een uniek gebied. En enorm bekend bij de Nederlandse bevolking. Ja. Veel Engels ook, maar Nederlanders voeren hier echt boventoon. Afgelopen weekend is dus ook uit koers. Wat opmerkelijk is, is dat hij 3 ploeggenoten bij zich had om hem te beschermen. Met als gevolg dat er nu 4 renners van dezelfde ploeg te laat binnen zijn gekomen. En dat betekent dat het rustig is aan tafel bij Française des Jeux. En Fichaud heeft daar ook het een en ander over gezegd. Het is een vreemde gewaarwording. Het kasteel van Montignac, dat betekent dat we inderdaad buurt zijn van die grotten. Misschien zelfs al voorbij. Montignac is een prachtig plaatsje hier. Langs de Dordogne.
U hoort het opschakelen bij het afdraaien van de brug. En dit is misschien wel weer een opmerkelijk beeld. Vermoten krijgt dus hulp van de Lotto Soudal ploeg, de ploeg van Grijpel. En jij zou zeggen van joh, ja, als jullie willen winnen, rijd dan zelf maar op. Bij de volgers is dit een van de meest controversiële onderwerpen die er is. Ik zal beginnen met toe te lichten dat we de dag voor de rustdag Froome geïsoleerd zagen in de achtervolging op Bardet. Bardet die de etappe probeerde te winnen, dat Barguil was teruggepakt. En verdorie, die Froome die praat wat in het rond en werd vervolgens geholpen door Aru en Degenkolb, wou ik zeggen, Fuglsang. In de achtervolging op Bardet, want dat was ook een bedreiging voor hun tweede en derde plekje. En dat is een van de meest vreemde dingen, dan maak ik zo de brug naar wat we vandaag zien, dat is dat ze niet proberen Froome te kloppen door te zeggen van nou jij wil de Tour winnen, ga je gang, rij jij dat gat dan maar dicht op Bardet. Nee, ze gaan een Kongsi aan voor een tweede plekje, dus het lijkt erop alsof ze dan niet rijden om te winnen, maar om tweede te worden. En het lijkt verdorie wel of Grijpel als sprinter, een sprinter is toch een oorlogszuchtig, agressief iemand die alleen maar gaat voor het winnen, daar zijn leven voor waagt. Nee, die gaat daar in het wiel zitten en dan weet hij, wordt geklopt. Maar ja, dan wordt al licht tweede of zo. Ik weet niet wat hij denkt. Nou is het zo dat Grijpel in een grote ronde altijd zijn rit pakt. Ja. Soms pas op de Champs-Élysées, maar hij doet het uiteindelijk. Ja, maar is het dan nodig om daar die hele ploeg voor op te offeren? Je kan nu gewoon heerlijk profiteren van Vermoten. Wordt de trein van Kittel meer vermoeid van. Je gaat gewoon lekker in het wiel zitten. De groeten ermee. Maar zij vinden dit een morele verplichting of zo? Ik heb geen idee. Misschien worden ze betaald. De ploegleiders drinken broers van elkaar. Patrick Lefevre en Marc Cezanne kennen elkaar erg goed. Het is echt, ja. Je hoort het, ik val helemaal stil. De kern van wielrennen is dat je van je tegenstander profiteert, omdat hij onderhand bereik zit. Je kunt in zijn zuigkracht van de luchtweerstand overwinnen en snelheid maken. En dan moet je van hem profiteren en verdorie. Ze zitten aan de tekentafel allerlei dingen te ontwerpen en dan gaan ze hier met z'n allen weer op kop rijden. Ik heb wel eens gezegd, toen Nelly Smit-Kroes daar nog de baas was op het ministerie of op de afdeling, die ging in het Europese gemeenschap over ongeoorloofde samenwerking. Daar zou echt een miljardenboete op volgen. Het gebied van de duizend kastelen, zoals gezegd, vooral aan de oevers van de Dordogne. Dit kasteel is vooral bekend geworden vanwege de schitterende tuinen. Die zijn te bezoeken ook. De meeste kastelen dateren ook van de 16e, de 15e eeuw. Er zijn ook kastelen van de 12e en de 13e. Veel kastelen ook in particulier bezit. Vijf minuten en acht seconden voor de twee Fransen vooruit. Gisteren dus de rustdag. We hebben twee koplopers, twee Fransen. Er gebeurde iets opmerkelijks met Elie Gesberg. De man die de Tour opende met de tijdrit. Hij had een handdoekje op een elektrisch kacheltje gelegd en ging toen ontbijten. En toen ging het rookalarm af. Het hele hotel werd geëvacueerd. Alle renners eruit. Het werd op tijd ontdekt. Het zorgde voor wat consternatie. Uiteindelijk hoefde de brandweer er niet aan te pas te komen. En dat gebeurde dus omdat die man daar in het wit-blauw een handdoekje op een kacheltje had gelegd. Hoe weet jij dat nu weer? Dat staat in alle kranten. Ik lees jij geen krant. Ja, deze had ik gemist. Nou ja, dat weet je nu. Die kleine Fransman dus daar. Die kleine pyromaan.
kan hard fietsen. Het mooie is wat je over op de openingsdag over hem vertelde, dat hij op de dag dat de Tour startte in Saint-Brieuc, dat hij toen geboren is. En dat hij dus als eerste de etappe opende van deze Tour op zijn verjaardag. Dus. Dat zijn toevalligheden die bijna te onwaarschijnlijk zijn. Net zoals Uran in een fotofinish geklopt werd door Barguil in de eerste ronde van Spanje van Barguil. En nu met een fotofinish hem juist won. Ja, dat zijn echt, je gaat gewoon in hogere gemachten geloven dat zoiets kan gebeuren. En reken maar dat die twee erover gesproken hebben. Was dat iets van gerechtigheid voor jou? Ja, het is juist het leuke aan wielrennen. Dat drama, dat zo tenenkrommend oneerlijk kan zijn. Dat Gesink nu thuis zit, terwijl hij hier thuis hoort. En dat het niet de eerste keer is dat hem dat overkomt, dat gaat gewoon echt pijn doen. Dat zo'n Uran daar weer verloren zou hebben, zou het eigenlijk het drama nog groter hebben gemaakt. Zo eigenlijk ook, er zijn mensen die daarvan houden. Richie Poort, ja, zijn dat dingen die eerlijkheid in zich bergen? Nee, topsport is per definitie oneerlijk. Vandaar dat ook concurrenten achter deze twee jongens gewoon mogen samenspannen. Ook al heeft een van de concurrenten geen schijn van kans in een rechtstreekse sprintduel. Ja, dat is toch eigenlijk wel onrechtvaardig. Nou, zo hoort sport te zijn. Nou staat Uran intussen toch alweer vierde in het algemeen klassement. Jij kent hem ook iets beter. Wij kennen nog steeds zijn oude ploegleider Mathieu Hermans. Uran was al jaren een veelbelovende renner vanuit Colombia. Kwam met goede uitslagen en adelbrieven over naar Europa. Iedereen wilde hem hebben. Hij heeft natuurlijk ook grote uitslagen gereden, maar stelde op cruciale momenten ook erg teleur. En dat heeft volgens jou te maken met zijn persoonlijkheid. Hard fietsen kan die? Ja, dat is de basis van iedere renner. Het wordt misschien eentodig, maar de weg naar de top is nooit recht. Bij Uran vertoont die weg naar de top wel een behoorlijk opmerkelijk profiel. Dat gaat echt op en neer met hele grote pieken. Ja, en dan krijg je het opportunistische wielrennen, waarin niet alle ploegen zo'n lange termijn visie hebben als bijvoorbeeld de Sunweb-ploeg, die er gewoon 4-5 jaar over doen om sprintploeg te worden. En nu zijn ze zich aan het omturnen naar klassementsploeg. Dat opportunisme maakt, ja, Uran heeft nu goed gereden. En het lijkt wel of in het verleden behaalde resultaten garanties horen te geven voor huidige resultaten. En dat gaat bij Uran altijd mis. Dat kan hij niet tegen. Hij is overgestapt naar deze ploeg. Heeft bij Sky gezeten. Overal zien ze zijn potentieel. Maar zodra ze dat onder druk gaan aanboren, ja, dan is hij breekbaar. Zoals veel renners trouwens. Dat is geen schande, maar dat hoort bij hem. En dan vind ik het altijd wel leuk als hij dan eigenlijk op een moment dat niemand er meer op rekent, hij zelf nog het minst, ja, ik kan helemaal niet eens schakelen. Ja, ik ga maar sprinten. Stel je voor dat hij wel had kunnen schakelen. Ik garandeer je. Hij was laatste geworden. Had hij weer te licht gezeten. Weet ik veel wat die twijfel was. Dat is zo mooi. Ik had op de rustdag daar een gesprek over. Met een van de knechten tussen aanhalingstekens in de Astana ploeg. Valgren. De man die vorig jaar tweede werd in de Amstel Gold Race. En Valgren is een Deen. Rijdt dus voor Vogelsang in de Astana ploeg. Maar hij mag ook zijn eigen kansen gaan. Hij zegt, ik heb bij Contador gezeten. En dat zie je nu ook weer. Contador eist die hele ploeg op. Maar niet omdat hij dat zo graag wil. Maar omdat hij in paniek is altijd. Oh, er komt dit aan. Oh, er komt dat aan. Oh, de ploeg moet erbij. En dan zeg je op een gegeven moment, moet je daar maar bij blijven. En dan wil hij ook altijd voorin zitten. Dus iedereen wordt hondsmoe van al het gejakker om met z'n negenen bij elkaar te rijden. En hem dan steeds maar bij de eerste 10 te houden. Het is helemaal niet nodig. Dat kan je ook met 2 man doen. Maar dan raakt hij ongerust. En hij zegt, hier kan je veel meer je eigen gang gaan. Alleen, als je dan je eigen gang gaat, ja, dan slaat wel de twijfel toe. Want dan moet je natuurlijk wel produceren. Hij zegt, dat is nog wel eens wat lastig. Want hij maakte eergisteren een fout. We hebben allebei commentaar zitten geven op het feit dat hij naar zo'n kopgroep toe ging. Die heel hard aan het fietsen was. Waar Gesink uiteindelijk tweede in werd. En Malcolm en Jaan zo exceleerde.
En dan rijdt hij naar die kopgroep toe. Hij zegt, ja, ik reed weg uit het peloton. Ja, dan zit ik er aan vast. Ik wist dat het niet klopte. Maar ja, ik had het besluit al genomen. Foutje. Ik zeg, hoe wordt er dan in die ploeg over gesproken? Nou, ze zeggen, nou, je moet wel goede benen hebben als je zo koerst. En dan blijft het daarbij. Ik moet natuurlijk wel zorgen dat ik op mijn post ben als Vogelsang me nodig heeft. Dus die gaan daar veel losser mee om. En zo is dat nooit één vaste waarheid, één vaste manier van kijken. Sky kijkt er heel anders naar. BMC kijkt er weer totaal anders naar. En Astana doet het op hun manier. En allemaal met wisselend succes. Soms lukt het, soms lukt het niet. Geeft me de kans om een schitterend onderwerp in dat opzicht aan te roeren. We hebben nogal wat valpartijen gezien deze Tour. Tenminste, ze komen allemaal in beeld. En het is behoorlijk rustig geweest met het aantal valpartijen. Maar ze zijn geconcentreerd op een aantal dagen. En als je nou een kruisje zet bij degenen die op de grond hebben gelegen, dan zijn dat bijna alleen maar kopmannen. Dat is opmerkelijk. Dus ze rijden zoals gekken om de kopmannen uit de problemen te houden. En als je kijkt naar degenen die op de grond hebben gelegen, dat zijn allemaal kopmannen. Froome zelf, Bardet, Contador, Port, Cavendish, Martin, Tony Martin, Daniel Martin, Maika, Gesink, Izagirre, thuis, Valverde, thuis, Thomas, Herrada, de kampioen van Spanje, Lutsenko, de man die hier voor Astana etappes moet winnen, winnaar van etappes in de Ronde van Zwitserland. Op zijn bakkes, Roglic, de man van team Lotto en El Jumbo, en daar lag Gesink ook al bij, maar die had ik al genoemd. Dat vind ik heel opmerkelijk. Het lijkt net of, als er zo weinig koersverloop is, en als er heel hard gekoerst wordt, maar toch in hele grote groepen, dat dan juist de mannen die ze uit de problemen willen houden, dat die op een kokosnoot gaan. Intussen hebben de beide Fransen een voorsprong genomen van 5,5 minuut met 124 kilometer nog af te leggen. Waarom is deze etappe ongeschikt? Want daar lijkt het op voor een echte vluchtpoging met een echte kopgroep. Met bijvoorbeeld een man als Van Baarle daarin en dan maar opschakelen. En, want dat hebben we eigenlijk deze Tour behalve bij het Klimwerk, langs de Bervier en de afgelopen dagen in het weekend hebben we nog niet een echte kopgroep gezien die het af kunnen maken. Ja. Dat is toch raar? Dat is raar. Er is iets in het peloton geslopen met die controledrift. Dus Greipel die daar weer op kop rijdt. Laten we dat dan maar doen, want dan ja, zijn we bezig met de koers te winnen, denken ze dan. Ja, dus ze geloven er niet in dat ze echt kunnen winnen door een koers te rijden. Ze denken we gaan erom sprinten. Een sprint kan natuurlijk wel ontstaan, maar dat gebeurt dan na koersen. Ja, laten we er geen misverstand over bestaan. Dit is wat we nu zitten te kijken, is inderdaad een processie door het kastelengebied. En ik klaag niet over dat het saai is. Ik verwonder me over het feit dat die renners niet hun kansen verdedigen terwijl ze in de Tour zitten. Dat ze dan maar alle ballen zetten op een sprinter. Maar dat wordt toch bepaald vanuit de ploeg. De ploegleiders gaan daarover en dan heb je daar maar aan te houden. Ja, maar dus dan zie je die verschillen tussen de ploegen. Er zijn een paar controlfriekerige ploegen. Die gevallen renners die ik net noemde komen met name uit die ploegen. En de ploegen die dat wat anders aanpakken, ja, dan kan je zeggen, die winnen dan ook minder. Maar die liggen ook niet op het bakken. Dus ik zie ook een soort verkramping daarin. Maar goed, 4000 kilometer koers kan je niet altijd op volle snelheid rijden. De man met de linkerkant geschaafd was lekker aan het lummelen met zijn etenszakje. Dus het was niet van de stress, maar van de onoplettendheid. IJssel was dat. En zo zie je dat de wat kleinere ploegen in het peloton
uiteindelijk de meeste zendtijd onderweg pakken. Ja. Dat is de hele week al zo geweest. Ja. En zo is het ook vandaag. Kijk, wat je dus nu weer ziet, Machado. Waarom rijdt die jongen op kop? Dat is helemaal geen sprinter, geen sprintvoorbereider. Kan ook... Hij zegt, laat mij dat hier maar doen. Want straks in die sprint speel ik toch geen rol. Maar die heeft nog geen contract voor volgend jaar. Nou, dus die rijdt niet om die koers te winnen. Om maar dan in dienst van de ploeg zijn dingetje... Voor Christophe. Lars Bak, die daar op tweede positie zit, met die zwarte helm. Die man heeft notabene gekozen voor een ploeg waar hij zegt, daar kan ik ook mijn eigen kansen gaan. Daarmee won hij een etappe in de Giro, als ik me niet vergis. Nu, op het eind van zijn carrière, vorig jaar was hij al in de Giro heel belangrijk, krijgt hij te verstaan, joh, je krijgt nog alleen een salaris als je in de Tour op kop gaat rijden, anders blijf je maar weg. Een van de 1000 kastelen in dit gebied is het Château de Chaban, vernoemd naar de rijke familie die hier ooit woonde. Helemaal verwoest in de 14e eeuw. Het kijkt uit over een gebied dat ook wel het Neanderdaal wordt genoemd, vanwege de Neandertalers die hier ook leefden. Daarvan de grotschilderingen, daar zijn we al voorbij gefietst. In de loop der jaren, het is een oud kasteel, is er veel aan verbouwd, bijgebouwd. Tot aan de renaissance stijl toe. Dus dit kasteel kent vele kenmerken van verschillende tijden. Onder andere ook de renaissance tuin. En het is vooral bekend, u kunt het gaan bekijken vanwege de oude glas in loodramen. De meeste kastelen zijn te bezoeken, maar een enkele kasteel niet. Zoals dat kasteel daar, de Vézère, dat prachtige kasteel met die rots, dat is privé bezit. Daar kun je dus niet naar binnen. Maar de meeste kastelen wel. En ik heb al gezegd, het is bijna Nederlands hier de voertaal. Veel Nederlanders gaan hier op vakantie. Het is natuurlijk ook een mooi gebied. Een jonkie dus nog, deze Gesbert. En Offredo, die is wat ouder. Een aanvaller die nog weinig heeft gewonnen. Maar we zien hem ook in de Vlaamse klassiekers. Het is een man die van alles veel kan, maar zelden wint. Machado op kop, Bak daarachter. En Vermoten mag even rusten. En zo krijgt Kittel het wel helemaal op een bordje aangereikt. Want geen enkele renner uit de ploeg Kittel nu voorin te vinden. En dat is toch de sprinter waar iedereen op dit moment naar kijkt. Hij heeft al 3 etappes gewonnen. En wordt in een zetel naar zijn 4e rit gebracht. Er is nog wel iets over te doen. We hebben het parcours verkend. In de laatste kilometer zitten 2 hele scherpe bochten. Tot op de laatste 500 meter nog. Dat vonden we wel opmerkelijk. Het is niet een hele lange rechtdoorsprint. Nee, zeker niet. Ik heb er een klein filmpje van op Twitter gezet. Dan kan je het ook zien. Maar we moeten niet verwachten dat peloton zal ongeveer deze vorm hebben. Een lint. Het gaat op hoge snelheid. We moeten een brug over. Nu moet die naar die brug toe manoeuvreren. Op die brug zijn hele hoge stoepranden. Die... iedere arbo-wetgever direct zou verbieden bij welke andere werkomstandigheden dan ook. Maar die wielrenners gaan er overheen. En dan zit het op een lint. En dan komen ze die bocht al door. Ik vermoed dat we hier naar de Roc Saint-Christophe gaan. En dat kan haast niet anders. Dat is die spleet daar in die rots. Dat is heel bijzonder. Want al 55.000 jaar geleden werd die spleet bewoond
door, laten we zeggen, grotbewoners. Het is een kilometer lang, 80 meter hoog en inderdaad, hier wordt het bevestigd. La Roque Saint-Christophe. En u ziet het, u kunt er nog steeds doorheen lopen. Ook in de middeleeuwen was het bewoond. Ook de Romeinen hebben hier vestingen gehad. Het is altijd een verdedigingsfort geweest. Bescherming ook tegen de Noormannen die hier kwamen. Dus in de middeleeuwen was dit een veilige plek. En daar staat wat middeleeuws geschut, lijkt me zo, met olievaten en katapulten. Hier heeft zich wat afgespeeld door de eeuwen heen, maar meer dan 50.000 jaar achter elkaar is dat dus bewoond geweest. Apart. Ik denk dat het peloton daar ongeveer onderdoor fietst, maar van die rotspleet is vanaf de weg niets te zien. Vermoten zit weer voorin, achter Machado en Lars Bak. Daarachter zit Burkhardt. De trein van Sky met Kirienka hier met gele helm, gevolgd door Geske. Gisteren dus de rustdag. Het was voor de renners niet echt een rustdag. Dat is het nooit. De dag van de persconferenties. De renners vlogen eergisteren na die zware bergrit meteen door. Zochten de hotels op. Meestal werd er een stukje gefietst in de loop van de ochtend met aansluitende persconferenties. En er zijn renners die dat slecht verteren. Uit hun ritme. En er zijn renners die ernaar snakten. Naar die monsterritten van zaterdag en zondag. Ook Mollema had natuurlijk zijn verhaal. Als adjudant van Contador. Hij zat eergisteren lang mee in de aanval. Viel zelf nog aan vanuit de kopgroep. Ik kwam uiteindelijk ook tot de conclusie dat de benzine op was in de echte finale. Maar kon nog wel steun zijn voor zijn kopman Contador. Die niet de beste benen had in de finale. Wat dat betreft moet je dan concluderen dat Contador nu echt zijn beste jaren gehad heeft. Want dit is wat je de laatste jaren ziet bij Contador. Ja. Hij zakt wat weg. Ja. Dat is niet heel moeilijk om daar een voorspelling over te doen. Hij zal het er zelf enorm mee oneens zijn. We moeten ons er ook niet aan wagen. Wij Nederlanders hebben ervaring met bijvoorbeeld het adviseren van Rintje Ritsma. Dat moet je absoluut niet laten, of niet doen. Dat moet je echt ver van blijven. Maar Contador. En Valgren maakte me daar gisteren inderdaad goed op patent. Die ploeg die is nu vermoeid.
die moet nou, die man heeft 4,5 minuut verloren. Dat is niet een paar seconden. Hij staat op 5 minuten 15. Ja. Dus niet eens top 10. Dat doe je echt niet mee. Dat is niet op het niveau waarop je een ploeg kan opeisen. Dan moet je zeggen van, goh, dan ga ik profiteren van de anderen zitten. En de rest gaat koersen. Maar hem kennende zal er veel druk op zitten om toch gewoon de man te zijn. En ik ben heel benieuwd of we de komende dagen Koen de Kort nog te spreken kunnen krijgen. Die zit in die ploeg. Zelfs Degenkol op alle ballen op Contador. Niet omdat dat zo verstandig is, maar omdat die man anders ontspoort van paniek. Die wil gewoon die bevestiging hebben van zijn ploeg dat hij de king is. Nou ja, die bevestiging blijft uit, integendeel. Het wordt duidelijk dat hij toch ook een dagje ouder wordt. En dat elke carrière eindig is. Betekent dat dan dat de rol van Mollema blijft zoals hij is? En dat hij ook niet waarschijnlijk de kans gaat krijgen om voor zichzelf etappes te winnen? Nou, ik ben heel benieuwd. We krijgen er natuurlijk geen hoogte van. De ploegen blinken uit in PR-veige antwoorden. Hè, als Kevin is onder het hek door wordt gereden door Sagan, dan zijn ze vrienden. Voor het oog van de camera. We zijn goede vrienden. Nou, Mollema hebben we vooruit kunnen zien rijden in de etappe van eergisteren. Pantano hebben we wild gesticulerend ploegorders in ontvangst zien nemen. We weten alleen niet welke. Daar kunnen we alleen naar gissen. Maar dat zal wel iets te maken hebben gehad met, nou, als Mollema vooruit is en Pantano is vooruit, dan heeft Contador niemand meer bij zich. Dus hij heeft moeten wachten. Nou, dat zijn dingen die achteraf vast wel een keer naar voren komen. Tijdens de Tour is dat altijd heel lastig om dat boven tafel te krijgen. Maar vanuit onze positie kunnen we wel zien dat dat rammelt in die ploeg. En dat zijn juist de momenten. Dat is het mooie aan wielrennen. Dan moet je slim gaan koersen. Het is niet dat jij met jouw ploeg een plan kan uitrollen. Je moet daarvan gebruik maken van de anderen. Zeker als je niet de sterkste bent. Dit is ook bijzonder. Het wordt een kasteel genoemd. Het is het enige kasteel in Frankrijk dat op deze manier voor een deel is uitgehakt in de rotsen. Een klifkasteel wordt het ook genoemd. En we hadden het over Mollema als adjudant van Contador. Contador in een moeilijke positie nu. 12e in het klassement, teruggezakt. Heeft dat gevolgen voor de rol van Mollema? Het is gissen. Maar wat kun je dan het beste doen dan Mollema zelf eens even opzoeken? Hier is die, Bauke Mollema. Weet jij eigenlijk waar we zijn op dit moment? In Bergerac, toch? Daar moeten we naartoe vanmiddag. Périgueux dan. Périgueux heet het volgens mij. Toen ik dat zag vanmorgen, toen moest ik ineens aan jou denken. Dan heb je het zeker over de tijdrit een paar jaar terug. Die tijdrit van een paar jaar terug, die dramatische tijdrit. Ja, dat klopt. Ja. Daar dacht ik een paar dagen terug ook ineens aan. Toen ik een fotootje van Laurens langs zag komen op zijn tijdritfiets. Maar daar moet ik maar niet te veel meer aan herinnerd worden. Nee, voor degenen die dat niet meer weten, het was 2014. Jij stond heel goed in het klassement en je kreeg een nieuwe tijdritfiets die je net voor het eerst waar je voor het eerst net opging. En met spierpijn en alles, dat ging helemaal mis. Je werd 140ste, geloof ik. En je verspeelde 3 plekken in het klassement. Niet meer aan denken, dat is gebeurd. Streep daaronder. Deze Tour, Bauke, wat gaat dat brengen voor jou? Want ik kan me voorstellen dat sinds het verlies van Contador het voor jou gaat veranderen. Nou, dat zit er wel in, ja. Kijk, het klassement is wel redelijk om zeep nu natuurlijk, als je 5 minuten verliest. Dus ja, dat was gewoon heel erg balen 2 dagen terug. En nu moeten we kijken hoe we verder gaan. In ieder geval is de moraal nog hoog en willen we gewoon nu in ieder geval voor etappenzegers gaan. We hebben Degenkolb voor de sprint, voor deze vlakke ritten en voor de bergen. Naast Contador zelf natuurlijk, komen er voor mij ook meer kansen. Ja, en ik kan me voorstellen, want dat ook heel aardig is. Een heel aardig perspectief voor jou. Want je bent hier voor een klus gekomen. En die klus die houdt een beetje op misschien, sinds wat er gebeurd is met Contador. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om uiteindelijk voor dit winst te gaan rijden.
Nou, ik was liever, had ik voor de gele trui gereden natuurlijk met Contador. Maar ja, dit is nu eenmaal de situatie nu. En ja, je moet er maar het beste van maken. Ik denk, ja, als je voor etappes kan rijden en ook Contador, wie weet komt hij zelf nog terug in het klassement. En ja, ook voor mezelf biedt hij in ieder geval wat meer vrijheid om zowel in ontsnappingen te gaan, ook zoals 2 dagen geleden. Maar dan ook echt proberen voor de ritzegen te gaan. En ja, ik denk wel dat er nog zeker 5 etappes komen waar daar voor kansen liggen. Ja. Zeggen wij dat misschien ook te makkelijk? Van oké, dit is afgesloten, dat wordt niet meer knop om en voor een ritzegen gaan. Dat klinkt allemaal heel makkelijk. Is dat niet zo makkelijk in de praktijk? Nou ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet, nee. Want iedereen heeft gewoon de voorbereiding gedaan om Contador hier zo goed mogelijk bij te staan. En als ik naar mezelf kijk, heb ik natuurlijk de Giro al gedaan. Ook geen hoogtestage gedaan voor de Tour. Dat is ook anders dan andere jaren. En we moeten gewoon kijken hoe we nu deze dagen hier wel doorkomen. We hebben nu 2 vlakke dagen om een beetje te herstellen en om de moraal weer omhoog te krijgen. En voordat we de Pyreneeën ingaan. En ik denk wel dat wij in ieder geval voor die etappezegen ook echt moeten gaan en dat ook gaan doen. En met Pantano en Feline hebben we nog 2 goede klimmers, dus ik denk wel dat je ons veel in ontsnappingen gaat zien. Nou, leuk vooruitzicht. Ja, zeker. Dankjewel, man. Maar deze rit is daar niet voor de aangewezen etappe en dat is ook wel te begrijpen. Vermoten heeft zijn positie weer ingenomen in het peloton. De beide Fransen nog vooruit. Ik zie weer een kasteel opdoemen. En we zijn benieuwd welke dat is. Ik vermoed Château de Marzac en daar staat het ook. Deze staat zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het kasteel staat op een hoge rots, uitzicht over de rivier de Vézère. Het is een wijnkasteel. Het is nog niet helemaal gerestaureerd, maar als het klaar is, dan wordt het een vakantieverblijf, heb ik begrepen. 2 Fransen vooruit. Offredo is een man die we vaak in beeld hebben gezien, Gesbert eigenlijk niet. Offredo is wel iets over te vertellen. De man die het aan de stok kreeg op een gekke manier tijdens een training. Wat is er toen gebeurd? Dit voorjaar, in april moet het geweest zijn. Hij was aan het fietsen en hij werd staande gehouden. Maar het bericht kwam van 1 kant. Hè. Dus waarom houdt een automobilist, of 2 automobilisten in dit geval, 2 mannen in een auto houden hem staande. En dat is een gebakkelei geworden. 1 met een mes, ander met een honkbalknuppel. En hij liep bij die toestand een gebroken neus op. Hij heeft op Facebook foto's geplaatst van zijn gehavende gezicht. Maar de daders zijn nooit gepakt. En de ware toedracht, waarom deden ze dat? Niet om hem te beroven, want had alles nog. Hadden ze ruzie gemaakt? Dat lijkt mij waarschijnlijk. Want waarom zou je anders iemand op zijn kanus gaan slaan? Maar goed, dat vertelt Offredo natuurlijk niet. En die andere 2 hebben zich niet gemeld. Het enige wat Offredo erover zegt is hoe triest het is dat je op een fiets dit soort risico's loopt. Waarbij die de suggestie doet dat het zomaar gebeurd is. Nou, dat vind ik moeilijk te geloven. Maar het verhaal gaat niet verder dan dat. Hij heeft daadwerkelijk die klappen gehad. Gezien de foto's van de toestand die hij heeft ondergaan. Ja. Er is wel meer hoor met Offredo aan de hand. Hij is nu 30, maar hij fietst al een behoorlijk tijdje mee. Vanaf 2007, dus dik 10 jaar al, zat hij bij Française des Jeux. En toen hij net overkwam, en dat is zijn karakterkenmerk, het is een ontzettende chaotische paniekvogel. Hij weet maar 1 stand, volgas, direct. En als hij in een kopgroep zit, dan gaat hij er vol in. Nou, dat hebben ze een beetje bij weten te slijpen. Praat over deze man, ja. Hier vooraan. Madio vond het natuurlijk wel leuk. Madio is van het aanvallen. Vindt het prachtig. Karretjes van die sprinters in de poep rijden. Maar deze man deed dat zonder overleg. Fietste altijd hard. En je moet natuurlijk momenten kiezen waarop je dat doet. Het fijnste aan deze man is om hem in de kopgroep te hebben. Dan weet je zeker dat hij niet gaat winnen. En dat je heel veel profijt van hem hebt als concurrent in die kopgroep. Dus hij heeft talloze top 10 klasseringen.
bergt dus een groot potentieel in zich, waardoor hij toch steeds ook een contract kreeg. Maar ja, hij blijft maar zo chaotisch doen en zo, ja, ongecontroleerd er maar in vliegen. En dat heeft hem ook zijn contracten gekost. Dan is hij naar andere ploegen gegaan. Want die groep, Hilaire van der Schuur, heeft hem opgepikt. En dat is altijd heel fijn voor zo iemand. Een vaderlijk figuur. En inderdaad koerst hij nu wel wat rustiger, met meer overleg. In die periode van Francis Desjeux hebben ze hem wel niet laten vallen. Hij heeft een dopingschorsing aan zijn broek hangen, op zijn palmarès staan, als ik het zo mag zeggen. Maar niet omdat hij betrapt is, maar omdat hij 3 keer een fout had gemaakt met zijn whereabouts. En whereabouts, voor de mensen die dat niet weten, hè, want niet iedereen weet dat, dat is dat je een briefje in moet vullen waar je als sporter, dat geldt dus ook voor de wielrenners, uithangt 24 uur per etmaal. Nou, je moet van alle dagen kunnen aangeven waar je 1 uur per dag beschikbaar bent voor dopingcontroles. Dus als er een dopingcontroleur een telefoontje krijgt, die moet nu naar Alfredo toe, dan moet hij erop kunnen vertrouwen dat de database waar hij dan uithangt, klopt. Nou, dat is met Alfredo net als met kopgroepen, daar is geen touw aan vast te knopen. Dat is gewoon. Hij kon ook aantonen dat hij te goede trouw was, dat hij net even naar zijn schoonmoeder was, omdat hij jarig was en een taart was brengen, weet ik het wat. Maar dat heeft hij dus voortdurend. En ja, die professionaliteit moet tegenwoordig een sporter aan de dag leggen. Zelfs nadat hij kon aantonen waar hij geweest was, dat hij beschikbaar was voor de controle, maar dan een half uur later. Mocht allemaal niet baten. En dat gebakkelei heeft hem toch een jaar, anderhalf jaar schorsing opgeleverd. Je levert dus als sporter in zo'n peloton, om het maar algemeen te trekken,